Ik ga dus nu naar het NOC, naar het Nederlandse Meesterskliniek. Het is vandaag woensdag 11 oktober om 12.55 uur. Ja, het is vandaag 12.55 uur. Ja, ook dat nog. Dus ja, ik ga eens even kijken of ik het allemaal weer goed doe. En deze afgelopen jaar. Eens even kijken wat hun ervan vinden. Dus ik ga jullie even lekker meenemen. Gezellig toch? Zo, nou ik ben er alweer bij. Nou ja, bijna. Ik ben al over de helft. En aan het lopen naar het NOC. Dan zouden jullie zeggen, denk ik, zeg het NOC. Ja, dat is het Nederlands Obesitaskliniek. En dan zouden jullie wel denken, ja, maar ik heb toch nooit nodig gehad. Nou, ik zal eens even een fotootje opzoeken. Die zal ik er ook gelijk er een beetje tussen gooien. Een beetje mooi, een mooi klein toekje. Ja, nou, dat heb ik dus wel nodig gehad. Ik woog 38 kilo. Nou ja, toen heb ik er toch voor gekozen om dus een maagverkleining te gaan doen. En zodoende heb ik dat dus ook gedaan. En ja, ik zou het niet anders meer willen. Moet ik eerlijk zeggen. Hi, goedemiddag. Dus mijn leven is toch een hoop veranderd. Ik ben wel eigenlijk een heel stuk fitter geworden. Alleen nu even momenteel eventjes wat minder. Maar maakt dat niet uit. Geeft het ook niet allemaal. Maar ja, om een groot verhaal kort te maken. Ik ga daar dus naartoe vandaag. En dat is nu jaarlijks. En dan is het een vragenlijst invullen via de computer. Nou, dat duurt bijna een half uur. Voor mijn gevoel. Nou, dan is het meten, wegen. En dan is het een fietstest doen. En ja, wat nog meer? Wat kan ik nog meer eigenlijk vertellen? Genoeg eigenlijk. Nee, maar dan is het nog bloed prikken. Je kan nog praten met de diëtist en met de psycholoog, met de arts. Als je dat wil, maar dat doe ik toch eigenlijk wel altijd. Even te kijken of voor mijn eigen gemoed rust. Kijken of ik het allemaal goed doe. Nou, ik ben er bijna. Ik moet nog hier zo'n hoekje om. Dan ben ik er bijna. Maar ik mag niet veel naar binnen. Het is privacy voor anderen. Maar ik zal jullie wel zoveel mogelijk misschien een beetje fotootjes laten zien of wat ik proberen. Ja, misschien even vragen. Of dat zou mogen. En anders niet helaas. En dan zal ik dat wel later even zeggen. Dat het dus helaas niet is gelukt. Maar ik hoop het wel. Ik zal het gaan vragen. Ja. Nou, ik neem jullie even mee het bochtje om. Kijk. Het bochtje om. Ja. Het is allemaal wat, toch? Zal ik even draaien. Dit is het gebouw. Dit is voor blinde geleiden, voor slechthorende en blinde mensen. En de begane grond aan de eerste verdieping. De tweede en derde, dat is het NOC. Dat is het Nederlands Obesitaskliniek West. Ja, dat zal ik even laten zien ook. Dus nu naar binnen. Ik ga gewoon even. Ja, ik ga niet daarover lopen. Nee. Dat wil ik lekker niet doen. Nee. Tot straks. Dit is de binnenkant van het NOC. Ik mag nu eigenlijk hier niet filmen. Maar... Zo, nou ik ben nu net klaar. Het is nu even kijken. 11:53. En ik
ik heb overal een gesprek gehad. Ik heb de fietstest goed gedaan. Ik heb bloed geprikt. En dan heb ik een gesprek gehad en bij de arts en bij de psycholoog en bij de diëtist. Dus ja, het was weer een... En dan heb ik nog een hele grote vragenlijst ingevuld. Zo gezegd, zo gedaan. En nu moet ik even mijn moeheid in de gaten houden. Als die over 2 maanden nog zo is, dan moet ik aan de bel trekken. Ja, aan de bel. Dus ja, daar moet ik dus nu eventjes in de gaten houden. Maar dat komt helemaal goed. Ik ga het gewoon in de gaten houden. Ik zal het ook eventjes tegen mijn mannetje zeggen. Dat gewoon in de gaten gehouden moet worden. En dan zien we het wel weer. En dan ga ik eventjes fruit halen. En bij de Hoogvliet. Dus ja, mandarijn tussen zo. Mandarijn. Dus ja, zodoende. Nou, deze vlog die komt nog vandaag online. En daarbij, ik heb een heel klein stukje, mini stukje en van de binnenkant gefilmd. Maar ik mocht niet even mezelf filmen. Dus, want dat is gewoon privacy ook voor mezelf. En daar heb ik voor getekend. Dus, helaas, pindakaas. Maar, de andere... mijn mannetje die gaat mij nog een keertje interviewen over mijn maagverkleining. Wanneer dat wordt weet ik niet. Ik hoop aankomend weekend. En dan hoop ik en dat die dus volgende week online komt. Want dat is nog behoorlijk pittig om dus een interview af te leggen. En vooral met vragen. En ik ken mezelf, dan krijg ik zo'n boei. Dus het is even afwachten hoe en wat. Dus ik probeer dat mijn ventje dus mij aankomend weekend kan interviewen. Hoop ik. En dan is het gewoon eventjes kijken hoe dat gaat worden. Nou, ik zou zeggen. Vind je deze video nou leuk? Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Even kijken aan welke kant, weet ik niet. Die kant. Hier beneden of daar beneden. En doe een blauw duimpje omhoog. En dat zou ik helemaal geweldig vinden. En ook gelijk een shout-out naar mijn moeder Corina Luisterburg de Jong. En naar mijn broer Harrit van Beek. En als je mijn broer nog niet volgt, doe dat dan even snel. Doe daar ook een blauw duimpje omhoog. En abonneer ook eventjes op zijn kanaal.